Een van de teleurstellende dingen nu is de NDP. Dat ze dus iemand die tot een hoger beroep veroordeeld is, ze zeggen ze werken richting de toekomst en je maakt het verleden tot je ere, voorzitter. Het is een klap in het gezicht van de nabestaanden. Een klap in de mensen van de Surinaamse bevolking die decennia lang hebben geleden onder zo'n ernstige misdrijf als marteling en moord op democratische voormannen. Dat doe je niet. Je gaat mensen niet extra pijn doen door iemand op een voetstuk te zetten. Het geeft gewoon aan dat na al die jaren je niet tot het zelfinzicht bent gekomen dat dit niet kan. Dat je andere mensen niet kan dehumaniseren. En dat je ook niet al bouw je mooie wegen, bruggen, al bouw je flyovers. Dat is geen compensatie voor misdaden. Hitler heeft ook mooie wegen gebouwd. Is dat een compensatie voor de Holocaust? Nee, wanneer je ernstige misdrijven heb begaan, dan it's done. Dat is het karakter. Dat is wat je bent. Dat heb je aangetoond. Dus zo iemand moet on the background. Kan niet op de voorgrond. Kan geen voorbeeld zijn voor de Surinaamse bevolking. En wanneer je dat doet, maak je ernstige, immorele fout en geef je er blijk van dat je na al die jaren niets hebt geleerd. Niets hebt geleerd. Dus vandaar dat deze kwesties niet alleen belangrijk zijn voor het verleden, maar ook voor het heden en ook voor de toekomst. Mensen moeten gerespecteerd worden, ook al zijn het politieke tegenstanders. Je kan mensen niet dehumaniseren, je kan mensen niet liquideren. Dat is de geest van de mensenrechten. De strijd van de Surinamers heeft dat ook weer heroverd en gewaarborgd in de constitutie, in de grondwet. Het mag gewoon niet. Je mag een ander het recht op leven niet ontnemen. Niemand heeft het recht daartoe. Dus ook geen ideologische frasen over allerlei fantasieverhalen waarom je dus wel mag moorden. En die Rijkswijkse moorden geven aan tot welke bizarre uitkomsten dat leidt. Dat je in een vreemd land onschuldige burgers om het leven gaat brengen. Het is smadelijk. Niet alleen voor de daad zelf, maar ook voor de Republiek Suriname, voor de achting van het land, de waardigheid van de bevolking, een vredelievende bevolking. Dus en vandaar dat deze herinneringen, deze herdenkingen belangrijk zijn. Volgend jaar, 8 maart 1985, wordt ook een monument, een gedenkteken opgericht door de gemeente Rijswijk en de Stichting Waarheidsvinding en Gerechtigheid, wordt dus een gedenkteken opgericht nabij de plek. De plaats delict in Rijswijk. Als eerbetoon aan de slachtoffers, als protest tegen deze daad en als een roep, een blijvende roep om waarheid en gerechtigheid.